ochtend, de dag van de Party Awards. Ik heb Kevin meegenomen, de ICT-expert van de Party Awards. En ja, bij jou komen alle stemmen binnen. Ja, dat klopt. Alle stemmen komen bij ons binnen. En vandaag is de dag dat we gaan tellen en controleren hoeveel stemmen er zijn en of ze allemaal correct zijn. Ja, daarom zijn we ook bij de advocaat, bij Diederik Verhoeven. Hij gaat in principe jou weer controleren. Ja, klopt. Hij controleert of echt alle IP-adressen volgens het reglement van de Party Awards kloppen. Oké, nou dan gaan we even kijken of hij al wakker is, want het is heel vroeg, hè? Kom. Nou, Kevin is aangekomen bij Diederik. Kijken of hij al wakker is. Ik weet het niet, hè? Wat al... Goedemorgen. Hi, hi. Bianca, Party Awards. Hi, Kevin. Kom binnen. Nou, Kevin. Ik heb die partyboard bij me, die wil ik heel graag winnen. Ja. Maar hoe kan ik nou eigenlijk winnen? Ja, mensen kunnen via de website of via sms kunnen zij stemmen op hun artiest die zij het leukst vinden. Nou ja, de stemmen komen bij ons binnen en die moeten ook natuurlijk geteld worden aan het einde van de stem. Ja. Van het stemmen. Oké, en dan heb ik natuurlijk Diederik, die gaat natuurlijk jou weer controleren. Of alles natuurlijk gewoon netjes gaat, toch? Volgens het partyboards reglement. Inderdaad. En Diederik, hoe kom je dan zo hier terecht? Ja, goede vraag. Nee, ik ben in contact gekomen met de organisatie van de Party Awards vanwege een andere kwestie. Had eigenlijk niks met de Party Awards te maken. Maar van daaruit heeft Richard aangegeven dat de Party Awards behoefte had aan meer onafhankelijk toezicht. Blijkbaar wordt er toch veel gefraudeerd met het stemmen. Komen er toch veel ongeldige stemmen binnen. En van daaruit zijn we verder gaan praten. En ben ik er zo ingerold, zeg maar. En nu ga ik dus alle stemmen die zijn binnengekomen, gaan we allemaal even nakijken of ze allemaal wel geldig zijn. Oké, Kevin. En dan gaat het in jouw systeem. Ja. Maar heb je dan ook zeg maar iets met muziek? Want het is natuurlijk een muziekfeest en ja. Ja, ik heb niks met muziek. Het is gewoon puur ICT wat ik aan het doen ben. Ja? En ja. Want het ziet er echt heel ingewikkeld uit. Voor mensen die geen verstand hebben van ICT is het heel ingewikkeld. Ja. Want hoe kan je dan zien wat dan gezegd wordt, geen geldig IP-adres heeft, omdat alleen party wordt. Je mag alleen zeg maar in Nederland stemmen, toch? Ja, klopt. Je mag alleen in Nederland stemmen en wij kunnen dat ook dus ook hier zien. Waar gestemd vandaan. Ik even, nou, worden die IP-adressen, worden die automatisch gefilterd? Nee, dat doen we handmatig. Zo kunnen wij ook controleren of er geen VPN-proxies of robots worden gebruikt. En wij kunnen dus ook zien of het alleen uit Nederland komt, want alleen in Nederland mag dus gestemd worden. Ja, precies. Kijk, ik zie natuurlijk wel staan, kijk, bij .nl, dus dan weet ik, oké, dat is Nederland en dat is dan gewoon goed. Inderdaad. Maar dat is wel een klus, want als je al die IP-adressen automatisch moet gaan controleren of handmatig moet controleren, dat is een gedoe. We zijn er wel een tijdje mee bezig, maar het moet allemaal zo eerlijk mogelijk verlopen. Oké. Nou goed, even een zware klus. Het zijn heel wat stemmen en die moeten we allemaal controleren of ze geldig zijn. Oké, maar we gaan vanavond om 7 uur gaat de partyboards, gaat het feest beginnen. Dus het is een hele zware klus, of niet? Al die stemmen tellen. Ja. Maar dat komt goed. Tuurlijk, ja. Dat doen we wel even. Doen we wel even, zegt hij. Hey, ik wil even helpen. Weet je, want dan doe ik gewoon mijn eigen, zeg maar, als winnares. Dat is goed. Kan ik dat niet doen met jou dan? Nee. Gaat het niet? Nee, ik moet alles eerlijk mogen. Nee, echt? Oh. Jammer. Dus zullen we gewoon dat ik win? Nee. Hey Pat, ben je druk bezig? Nee, hey luisteraar, ik mag nou jou interviewen. Oh, een ellende zeg. Hoezo? Ja, daar hou ik niet van. Ja, maar we hebben nog een paar uur te gaan voor de Party Awards. Ben je zenuwachtig? Ja, heel erg. Jij niet dan? Ik niet. Waar niet? Ja, ik heb wel een borreltje op. Oh, nou ik nog niet hoor. Nee? Ik ben nog druk banners aan het hangen. Ja, je zet de banners mee op, maar wat moet je nog meedoen dan voor die laatste paar uurtjes? Ja, nog wat her en der wat signing hangen, waar mensen heen moeten, qua bordjes. En een paar speakertjes nog en dan hoop ik dat we ver klaar zijn vandaag. En moet het licht en geluid ook nog getest worden? Dat doen we straks ook nog, ja. En het videoscherm. Maar moet ik dan soundchecken? Ja, jij komt toch zingen ook? Ja. Ja, nou, dan moet jij de soundcheck doen, ja. Oh, mooi. Hey, heel mooi deze banner. Heb je Sombrero al gefilmd? Sombrero.
Oh, dat is Nick. Nick die is ook van het... Nick, kom een beetje hier staan, want we zien jou niet. Hé, hey, je bent hard bezig, hè? Ja. Laat dingetjes aan doen, hè? En is hij een beetje streng voor je, Patrick? Heel streng. Ja? Heel streng, ja. Ja? Hij is nu spraakzaam. Nee. Oké, dus eigenlijk, dus als iemand op de foto wil, moeten ze hier gaan staan. Pat. Ja, vanavond ga jij de artiesten interviewen. Ja. En dan moet je eigenlijk voor dit mooie persbannetje gaan staan. Oké, dan heb ik eigenlijk een vraag, hè? Want blijft het ding hier staan? Ja. Oh. Wil je hem hebben buiten? Nou, ik wou hem bij de VIP-gedeelte hebben. Bij de VIP? Dan kan je gelijk een borreltje pakken natuurlijk. Ja. Nou, misschien kan een snackje pakken hier. Hey, nee, maar even zeggen. Ik maak nou een dol, maar het is echt nog maar een paar uur te gaan voor die Party Awards. Dus ik zou zeggen een beetje opschieten. Ja, we gaan ons best doen. Ja. Dan heb je zeg maar daar, de awards show. Hier heb je zeg maar de Party Awards café. Dan heb je ook zeg maar DJ's en artiesten. En hoe moet ik dat zien? Ik zie wel een bar. Ja, uiteraard een bar. Maar hier verdeeld over de avond komen diverse artiesten een paar plaatjes zingen. En ook diverse DJ's. Ook wat platen draaien. Nee, ga jij dan gehad die banner op? Oh, Niels het al aan doen, zie je het? Nick. Of Nick? Ja, oh ja.